Ik werd vanochtend wakker, ik keek uit het raam, er stond wind en ik dacht, we hebben er zin in vandaag. Beentjes die moest even warm draaien eerst uur, maar ja, daarna zaten we er lekker in, dus ging lekker, ging goed. Beetje spanning in de finale nog, maar ik heb het toch weer af kunnen maken. Je had natuurlijk in de definitieve kopgroep van 13 die na 120 kilometer ontstond, je ploeggenoten Jos Harms en Sven Kramer bij je. Wat was jullie tactiek? Jos Harms die kwam, ik denk kilometer 50 kwam hij naast mijn fietsen en die zei, ja, hij gaat het doen. Dus toen hebben we vooral Sven heeft zich ergegeven. Jos die heeft ook proberen mee te springen. En ik zag Jos gaan en die had een gaatje. En er reed iemand naartoe met mij in het wiel volgens mij. En toen dacht ik, ja, dit is hem. Dus toen ben ik erover geklapt en weggereden. En toen kreeg ik die jongen van West-Friesia, Harry Swering, mee. En ik dacht, als hij vooruit blijven, dan is hij voor mij. Dus. En ik heb gepokerd in de finale en... Ja, hij ging aan in de sprint en ik wist, als hij aangaat, dan win ik hem. Dus ja, prima. Waarom was je zo overtuigd van jezelf? Ja, omdat ik weet dat ik één om één kan ik redelijk sprinten. Ja, ik ben niet echt goed, maar ik kan goed aankomen. En ik voelde al, toen die jongen, dat die jongen met mij reed, voelde ik al dat hij net niet genoeg power had. Dus ik heb hem even wat meer laten werken nog. En, ja, toen kon ik hem zo winnen, dus ja, top. Ja, de ervaring van de Ronde van Groningen natuurlijk al in de achterzaak. Dus je weet hoe je een klassieker moet winnen. Maar toen je die laatste bochten indraaide. Ja, dan wist ik dat ik ging winnen. Dan ben ik wel zo'n killer dat ik, dat ik hem dan afmaak. En die druk leg ik mezelf ook wel op. En die jongens ook. Er is maar geld maar één ding bij ons. En dat is winnen. De tweede plek telt niet. Dus dan krijg je die druk op je schouders. En de ene die kan niet meer. Die choked. Maar ik krijg er juist energie van. En dan kan ik net een tikje extra geven om nog een sprintje te winnen. Het lijkt bij jou ook vaak alles of niks te zijn, hè? Ja, zo zit ik ook in elkaar. Het is alles of niets. Tweede plek telt niet. Dus zo koers ik ook. En het is mooi dat alle jongens hebben datzelfde gevoel. Dus ja, daar gaan we voor. Twee clubklassiekers winnen in één seizoen, Marco. Dan wordt er wel naar je gekeken, denk ik. Ja, nummer 3 is het al in totaal. Dus we gaan het zien. Ik wil nog meer winnen dit jaar. Het is nog niet over. Ik heb naar Groningen wel een klein dipje gehad. Maar ik ben er nu helemaal bovenop. Dus ik heb zin in de komende weken.